Yo guys, goedemorgen. Het is best wel koud, maar maakt niet uit. We gaan vandaag de Torren voorlopen. Ik weet niet precies of de uitvoering van de hindernis helemaal correct is, dus pin me er niet op vast, maar daar hebben jullie in ieder geval een indruk. Ook nog niet alles staat, maar ik laat zoveel mogelijk zien. Check it out. Ook een hindernis. Ben benieuwd. Hier rechts boog schieten. Thank you.
En nog even tussendoor. Ik klim deze hindernissen nu samen met iemand van de organisatie. Maar ze mogen in principe nog niet geklommen worden. Let erop. Maar dan met echte spelen natuurlijk. Hangt er nog niet, maar hier komt een slackline waarbij je met een paal eroverheen moet balanceren. Ik geef meteen een hele goede tip voor jullie hoe je deze kan pakken. Hier rechts komt de moeilijkste swing over uit de run. Namelijk een zwevende balk, 2,5 meter, met een strak touw op 3,5 meter. En de 9 kilometer moet dan over het strakke touw. Volgens mij de 5 kilometer moet alleen over de zwevende balk. Hier rechts komt een zwevende paal swing over. Hier aan de andere kant komt straks twee mobstacle units met een apenhang ertussen. Hier komt het Schuurmanplein, een strak net op een meter of twee. En daarboven nog een swing over. We zijn in het Weeslandenpark. Hier komt een fatsoenlijke combi te hangen. We beginnen, er komt nog een balk met lianen zijwaarts. Kom maar mee. Daarna een heel mooi netje onderlangs. Vervolgens komen hier balkjes te hangen aan het touw, die ga je zijwaarts. En je eindigt met een stukje aanpak. En er komt hier ergens nog een swing over, volgens mij gewoon met het touw. Wat een plaatje zeg, moet eens kijken. Hey, vervolgens komt hier een soort zigzag waarbij de dijk op en af rent met een kruipnet. En even tussendoor voor wie het zich nog herinnert. Hier zo was de oude trainingslocatie van Thor in Zwolle. Dat bosje achter mij. Maar er hangt nou niks meer. Wel een mooie herinnering als ik er zo naar kijk. Daar heb ik leren klimmen. Niels ook, daar is Survivor een coach begonnen. Daar zijn we atleet geworden. We hebben een hele toffe groep mensen leren kennen. Fantastisch.
denk hier komt nog een hindernis voor Mobstacle, namelijk een muurtje. Hier komt nog een Mobstacle unit te staan. Alsof er aan het einde een belletje hangt. Ding. De 5 kilometer pakt de eindhindernis in dit spoor. Het begint in ieder geval met een postman's walk. Hoe die daarna loopt, verklappen we nog niet. Hier begint de eindhindernis, 9 kilometer. Het is een mooie run, mooi parcours, nog niet alles staat, maar zondag zeker wel. Succes aan iedereen die meedoet zondag. Ik doe zelf niet mee, Niels ook niet. Wij zijn wel aanwezig als sponsor, want wij maken een hele toffe aftermovie. Dus hopelijk zien we je dan. Ciao!